Hoi, mijn naam is Nadia Boussia. Ik ben van de vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht. En ik ben hier vandaag samen met mijn collega Jelle, die mij nu aan het filmen is, bij dagbesteding De Reizende Man. Om Tony en Kees Caboort deze prachtige tegel, die Louis Suarez, te overhandigen. Deze tegel hebben we tijdens de uitzending op vrijdag 20 november verzorgd door RTV Stichtse Vecht. Niet fysiek, maar figuurlijk overhandigd aan Annelot. Een van de vier massers die de prijs voor opvallend corona-initiatief hebben gewonnen. Inmiddels is de tegel klaar en gaan we deze overhandigen aan Tony en Kees. Ik ben zover. Tony is ook zover. We gaan de officiële overhandiging plaats laten vinden. Spannend. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Hij is waar, de stoeptegel. Ja, mooi. Nou, wij zijn ook heel erg benieuwd waar die geplaatst gaat worden. Ja. Nou, we dachten hier bij de inrit. Dus hier aan deze kant denk ik. Dan kan iedereen hem heel mooi zien. En hij is ook prachtig geworden. Dus het is ook wel de moeite waard om ernaar te kijken. Ja. We hebben zelf nog een tijdje dat iedereen zei van wat is het nou, de mastgroep. Maar dat zijn natuurlijk de maatschappelijke stagiaires. Ja. Ja. Nou, we zijn nog steeds ongelooflijk trots op ze. Ja. Ze blijven kanjes. En we zien het nu ook nog steeds. Dus ik vind ook wel dat het terecht is dat ze gewonnen hebben. Ja. Dan nog even één dingetje aanvullen. Misschien ook heel leuk om te zien. Er zit een QR-code op. Mocht je in de buurt zijn van Tasmanlaan nummer 3. Vergeet dan vooral niet even de QR-code te scannen. Dan zie je vanzelf waar je op uitkomt. Dank jullie wel. Ja, geweldig. Ja.